Energie, dat is het woord dat dat uitstraalt. Je krijgt een beetje courage. Als je hier binnenkomt, heb je weer zin. Als je hier komt, word je geconfronteerd met een paar prachtige kleuren. De ene warm, de andere een beetje kouder. Met een straling rond. Ik vind dat altijd een fantastisch, aangenaam, warm gevoel om hier juist binnen te komen. De zogenaamde monochromen, die eigenlijk kleurvlakken zijn, die je altijd confronteert op het moment dat je de Rubenszaal binnen moet komen. Het zijn eigenlijk sculpturen opgesteld op een zodanige wijze dat ze telkens verrassen. Dus enerzijds sculpturen, ze hebben ook een rand die voor extra belichting zorgt, ook voor schaduwzijden. En dus de manier waarop dat die werken zijn opgehangen, zijn niet onschuldig. Je ziet nooit hetzelfde. Op iedere plaats is het zicht anders, waardoor dat je eigenlijk zelf deelneemt aan het kunstwerk. Je beleeft hier altijd iets anders, je ziet altijd een andere kleurenvariatie. En vooral, als je uit de gang komt, zou je zien dat je altijd geconfronteerd wordt minstens met twee kleuren en dat er een tegenstelling is tussen de kleuren. Het unieke aan die werken is dat ze er zeer eenvoudig uitzien. Maar zoals in het leven, maar ook in de politiek, eenvoudige dingen heb je maar door ingewikkelde constructies vooraf. Ik ben Renaat Landuit, Vlaams volksvertegenwoordiger voor de SPA. En ik heb gekozen voor de monochromen van Marie-Jo Lafontaine. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.